Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Nou, ik ga eventjes, net als altijd, alles weer eventjes klaarzetten. En ik spiekte net in onze Facebookgroep. En toen zag ik in één keer, toen ik de groep binnenkwam lopen... binnenkwam scrollen... zag ik in één keer dat wij al 14.819 leden hebben. Dat is toch wel echt onwijs veel. Ik werd er eigenlijk gewoon in één keer wel een beetje blij van. En ik zit al te denken, misschien dat we maar eens eventjes moeten kijken van als we dit jaar nog 15.000 leden gaan krijgen, dat we er dan maar eens een leuke knalactie uit gaan gooien. Even een leuk iets organiseren in de groep of zo. Nog geen idee hoe en wat. Maar ik denk dat we daar maar eens eventjes over gaan brainstormen. Want ik ben stiekem toch best wel een beetje trots dat we zo'n grote groep hebben. En dat er ook eigenlijk nooit gedoe is. Dus ja, dat... wilde ik toch maar eventjes zeggen. Het kwam zo in mijn ooghoek voorbij en... ja, daar gaan we toch iets voor organiseren. Ik denk dat we maar eens eventjes iets leuks gaan bedenken. Dus ben jij nou bijvoorbeeld ook heel erg blij met onze groep? Deel de groep dan ook even op jouw eigen tijdlijn. Want hoe meer mensen onze groep kennen, hoe gezelliger het is natuurlijk. Nou, vanmiddag ga ik weer eventjes aan de slag om... nieuwe artikelen te laten zien. Er is weer van alles bij ons binnengekomen. Vorige week is het me eventjes niet gelukt. En ook heb ik redelijk bewust eventjes geen live gedaan. Want we hadden nog wat achterstand qua orders van Black Friday. Want er waren er heel veel. En we hadden voorbereidingen voor de JMA-dag, voor de Sint-Surprise-dag, andere taken die gedaan moesten worden. Ik had zoiets van even een weekje niet, even andere dingen eerst op orde brengen. Dus we gaan nu deze week gewoon even weer een inhaalslag doen. We hadden ook probleem met de vracht, want zoals jullie wel weten, bij PostNL en andere vervoersbedrijven loopt het momenteel eventjes niet helemaal vlekkeloos met de feestdagen. En daar hadden wij ook aardig wat problemen mee. Dus ja, we zaten gewoon lang te wachten op nieuwe vracht. Maar als het goed is, is nu alles weer bijgevuld. En het meeste is weer binnen. Nou, zo kwam net op de valreep ook Dutch Doobadoo bij ons binnen. De allernieuwste collectie. Alweer richting de lente. En het is een hele leuke collectie geworden. Het is een... bag with soil, dat is een, plantenzak. Kun je de bloemenzaadjes in doen, kun je straks mooie bloemetjes uit laten piepen. De tekst lente, ook altijd leuk. Dan een hele mooie handschoen. Als je in de tuin gaat, heb je natuurlijk wel een handschoen nodig. Want anders krijg je al die doorns en distels en dergelijke in je handen. Dan hebben we de Shape Art Lucinda. Ook weer een nieuw modelletje. Een zak aarde, inderdaad. Klopt. De Shape Art Lucinda. De Shape Art Priscilla. Ook weer een leuk modelletje. Dus dat zijn gewoon basismodellen waar je weer van alles mee kan. Je kan hem zo als een platte kaart doen. Je kan hem als een rechte kaart doen. Je kan nog zeggen van ik ga bijvoorbeeld tot hier aftekenen. En aan de andere kant gebruik ik ook dit modelletje weer. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden mee. Dan hebben we de groentekar. Dus we kunnen deze lente kunnen we... onze eigen groentes gaan verkopen. En dan hebben we natuurlijk ook een gardening gnoom nodig. Een gnoom die onze tuin gaat onderhouden. Dus dat is het nieuwe setje. En waar ik zelf ook heel erg blij mee ben, is dit chipboard van
Dutch Doobadoo. En jullie kennen dat chipboard misschien nou wel. Wij hadden dat al wel in onze winkel op het formaat van A5. En dit wordt heel veel gebruikt, ook in de pakketjes, de DIY pakketjes die wij maken. Dit is dat, ja, net iets dunnere chipboard. Het is 0,9 mm. Zeer geschikt voor koffers maken, voor ja, doosjes maken. Hij is, ja, wij verkopen het echt ontzettend veel. En ik had zoiets van, ja, het is alleen maar A5 formaat. En dat is voor sommige projecten gewoon echt te klein. Dus ik heb Jaap gevraagd van, kan je het ook niet in A4 uitbrengen? En dat is nu dus leverbaar op A4 formaat. 10 velletjes voor €4,99. Dat is het eerste wat ik wilde laten zien. Nou, waar wij ook heel erg blij van worden. Wat dus ook weer bij ons binnen is gekomen. En daar worden jullie denk ik ook blij van. Dat is de lijm. De Art Glitter Glue. Het is van het merk Art Glitter. Het heeft helemaal niks. Ja, het is heel makkelijk te gebruiken in combinatie met glitters. Maar je moet niet denken dat het een glitterlijm is. Het is gewoon een permanente lijm. Water-based. Hij is heel sterk qua plakkracht. Het droogt heel snel. Hij is echt ontzettend fijn. We hebben een klein flesje van 60 milliliter. Een flesje van 120 milliliter. En een navulflacon van 240 milliliter. En daarnaast hebben wij de fijne metal tips ook weer met het speldje erop. Nou, als je een flesje koopt, krijg je hem gewoon zo aangeleverd. Met standaard deze dop en daar kan je prima mee lijmen. Je moet even zelf het beschermlaagje eraf halen. Er zit een beschermlaagje op en dan kan je ermee gaan lijmen. Maar wil jij nou heel gedetailleerd gaan lijmen, dan is het makkelijker om daar zo'n metalen tipje op te doen. En dan heb je dus zo'n fijn puntje. Dat metalen tipje, dat bestel je gewoon los erbij. Dat wordt dus zo aangeleverd en dat duw je op je flesje. Dus in principe, deze dop heb je niet meer nodig. Die kan je eigenlijk wegdoen, want je sluit hem af met een speld. En dan kan je er gewoon mee aan de slag. Dat geldt zowel voor deze als voor de kleine. En dan hebben we de navulflacon. Nou, de navulflacon, daar kan je dat metalen tipje niet opzetten. Want dan heb je niet dat spuitmondje. Maar die navulflacon, kijk, je kan natuurlijk voorstellen, het is goedkoper om elke keer je flesje weer te vullen. Nou, die van mij, die is al aardig geslonken. Dus ik heb ook zo'n refill. En die kan je gewoon op deze manier elke keer weer je lijm vullen. Past die metal tip ook op andere lijmflesjes? Ik weet het niet. En weet je, ik zou het niet proberen. Of niet proberen. Ik zou zeg maar anders eventueel gewoon eenmalig zo'n set aanschaffen. Dan heb je het in ieder geval compleet. En dan weet je ook zeker dat dit goed afsluit. Want dit moet natuurlijk wel netjes op elkaar afsluiten. Is dat niet zo, dan komt er lucht bij. Droogt je lijm alsnog uit. Dus dat is even het nadeel. Nou, Alice, collegaatje van mij, heeft even voor mij een ringetje eraan gemaakt. En dat is ideaal, want ik was elke keer mijn speld kwijt. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nou, hoe heeft ze dat gemaakt? Je hebt van de sieraden, heb je van die, voor de oorbellen, van die clipjes. En die kan je er makkelijk aan doen. En dan doe je er een paar bedeltjes aan. En dan raak je je speldje niet zo snel kwijt. Gisteren was ik mijn speld dus ook al kwijt.
En ik heb mijn rot gezocht. Ik kan hem nergens vinden. Dus ik kwam gelukkig net de nieuwe serie binnen. Dus toen kon ik die er eventjes op gaan doen. En vanmorgen vond ik hem dus weer. Want toen lag mijn speld. Het was een witte speld. Die lag dus netjes op mijn witte papiersnijder. Maar ik heb de hele vloer. Ik heb de prullenbak. Ik heb alles afgezocht. Maar helaas. Maar hij is er nu wel weer. Wat hebben wij nog meer nieuw? Er zijn weer nieuwe embossingpoedertjes van de Wauw binnengekomen. Dit is het setje Reputation van Natasha Davies. We gaan even kijken wat voor mooie kleurtjes daar weer in zitten. Dit is een hele mooie met een transparante en goud en bling bling. Een hele mooie rode. Ook alvast voor de Valentijn straks. Ook weer met die mooie transparante erbij in. Beetje witte erbij in. Allerlei leuke kleurtjes weer. En dan de kleur His. Met heel veel essen. Oeh, dat is ook gaaf. Kijk, er zitten heel veel van die, van die flakes zitten erbij in. Het zijn van die mica flakejes. Dat is ook wel weer ontzettend leuk. Nou, dat is het eerste set. Het tweede set, dat is de Christmas tinsel. En dat is een hele mooie met... ja, rood en... Kijk eens, daar zitten hele grove rode stukjes in. Het is wel weer een hele mooie combinatie. Dat is de rode. Dan zit er nog bij... Nee, die puntjes voor de dop, die zijn er nog wel. Die zijn gewoon te bestellen in de webwinkel. Dit is een copper glimmer. Dus dit is koperkleur met wit en een glitterpoedertje er weer bij in. En dan hebben we last but not least de Green Fields glimmer. Dus alles van deze setjes zit dus wit in. Een beetje goud en bij de bovenste een rode, bij deze een koper en bij deze zit een groen bij. Dus dit zijn echt een beetje de kerstkleurtjes nog. Nou, kerst kan het hele jaar door. Dan hebben we ook nog de Santa's baard. Nou, die kunnen we dus als Santa's baard gaan gebruiken, maar ook als sneeuw of iets dergelijks. Want het is een beetje wit met een zilverpoedertje. En het is wit in een fijne structuur en wit in een grove structuur. Kijk, zie je? Bling bling. Daar houden we altijd van. Dieneke kan de tips niet vinden. Even kijken. Het artikelnummer is MTIP. Als je dat in gaat typen, dan zou je het moeten kunnen vinden in de webwinkel. Oh, ik zie dat Jeanette de link er ook al bij zet. Dankjewel. Van de Wauw hebben wij ook het folie. Het fab foil. Dat kun je gebruiken in combinatie met de bonding powder. Maar ook in combinatie met bijvoorbeeld als je met alcohol, inkt en dergelijke gaat werken. We hebben nu ook twee mooie satijnkleurtjes. En dat is de sepia satin en de fuchsia satin. En die kosten €3,50. Kan je ook met een laminator gebruiken. Of als je bijvoorbeeld de hot press hebt van Spellbinders. Daar kun je het ook bij gaan gebruiken. Ook wel weer een leuk product. Maar ergens een tijdgebrek, hè? Dat kennen jullie vast wel. Het merk Lindy's blijft ook super gaaf. Nou, Lindy's heeft weer wat nieuwe sprays uitgebracht. Ze zijn zowel in een setje verkrijgbaar als los.
Dit setje heet Steampunk Soirée. Dus het is echt een beetje op steampunk gericht. Nou, de kleurtjes. Ik heb ze nog niet gemaakt. Maar voor de mensen voor wie het nieuw is, de Lindy's. Je krijgt dus een flesje wat bijna niks weegt. En waar alleen maar poeder in zit. Wat doe je? Of even kokend water wat je even iets af laat koelen. Of je pakt gewoon heel warm water uit de kraan. Je vult je flesje tot aan deze streep waar staat vul. Dan laat je je flesje 10 minuten staan. En daarna ga je hem even goed schudden. Schudden kan je het beste doen door gewoon heen en weer te schudden en niet op en neer. Want dan gaan de mica-flakes in jouw spuitmond zitten en dan kan die verstopt raken. Maar je gaat dus vullen met water tot aan dit streepje. 10 minuten laten staan en dan pas gaan shaken. Nou, hele mooie kleurtjes. De Apothecary Azuur. De Yesteryear Yellow. De Top Hat Teal. En de Petticoat Plum. Nou, dat zijn de nieuwe kleurtjes. En daarbij hebben we ook een setje met de Magicals. Die zijn niet los verkrijgbaar. Die zijn alleen maar als setje verkrijgbaar. En dat zijn dus dezelfde kleurtjes. Nou, van die Magicals kan je ook eventueel zelf sprays gaan maken. Daar zijn ook weer andere toepassingen van. Nou, die Magicals die zijn altijd wat lastiger open te maken. Maar als je dat doet met bijvoorbeeld even een kwast ertussen, dan krijg je ze wat makkelijker open. Nou, volgens mij zit er altijd een beschermfolietje op. Ga eens even kijken. Ja, jullie kunnen toch niet heel veel aan de kleur zien. Ja, er zit een beschermfolietje op, maar het is dus gewoon echt een poedervorm. En ook daar kun je weer zelf sprays van maken. Je kan het mengen met je structuurpasta. Je kan er zelfs mee inkleuren. Ja, je kan er van alles mee. Er zijn ook al wel diverse filmpjes van op ons YouTube-kanaal. Dus dat kan je daar wel weer terugvinden. Dan hebben wij nog twee losse soorten Magicals. En dat is de Gold. Dus echt een gouden poeder. En een Pocket Watch Pewter. Tenminste, hoe je het uitspreekt, nou ja, ik doe het maar op goed geluk. Maar het is in ieder geval een beetje die oud-grijze tint. Dus dat zijn ook nog weer twee. En dat is dus ook weer echt bling-bling. Dan, in een vorige showtime heb ik al eens laten zien dat wij van Pink Fresh wat hele toffe bling bling binnen hadden gekregen. En toen hadden we nog maar één kleurtje. Maar nu hebben we alle kleurtjes binnen. En oh, ik zie ze nu ook pas voor het eerst eigenlijk. Ja, ik had dat ene kleurtje wel gezien, maar niet de andere kleurtjes. Maar ik vind ze echt leuk. Dit zijn een beetje platte. Dit kleurtje, dat past mij wel. Het zijn redelijk platte pareltjes. En kijk eens wat voor mooie glittering daarin zit. En zitten dus verschillende maten zitten in de verpakking. Dit kleurtje roze is wel ontzettend mooi. Laat ik nou momenteel ook nog met roze papiertjes bezig zijn. Dit is de kleur blush. Dit is ook een hele mooie groene. De kleur Leaf. Een hele mooie roze, ook straks voor de Valentijn. Dat is de kleur Magenta. Oh, ik ben net zo'n ekster nu. Dit is toch te leuk. Dit blinkt aan alle kanten. Dit is de kleur Lagoon. We hebben een goudkleurige. De kleur Gold, uiteraard. Dit kleurtje is ook wel weer ontzettend mooi. Aqua.
Een hele mooie groene nog voor de kerst. Dat is de Jade. Een hele mooie paarse. De amethyst. Dan hebben we de kleur champagne. En we hebben de kleur blossom. Ja, Bassie die wil alles wel meenemen. Maar Bassie die moet ook het huis leeg gaan ruimen binnenkort. Dus ja, ik kan het wel eerst allemaal meenemen. Ik denk dat ik dit maar eens een keer in kantoor laat liggen of zo. Dit is toch... Ik kan niet kiezen welke kleur ik het leukste vind. Jullie dan. Wie kan er wel kiezen? Daar kun je toch gewoon niet uit kiezen. Nou, ik vind het echt geweldig. Ik weet niet hoeveel erin zitten, want dat staat er niet op. Maar er zitten er wel heel wat in. Ze hadden er mooi een elastiekje omheen gedaan. Ik ga eens even uitproberen als ik het hier laat staan. Of er iemand nog weer naar vraagt of niet. Alles is voor Bassie, zegt ze. Dan heb ik, even kijken, nog wat nieuws van Elisabeth Craft Design. Wat vandaag bij ons binnenkwam. Misschien kennen jullie die pocket pages nog wel van de gewone. De A5 planner. Nou, ze hebben nu ook voor de Sidekick planner, dat is dus de kleinere maat, hebben ze ook de pocket pages uitgebracht. Er zitten in de verpakking 12 van die plastic hoesjes. 4 stijlen, 3 per soort. Je hebt er 1 in zitten. En de mensen die mee hebben gedaan met die online workshop van Annette Green met de December to Remember, die hebben ook al van deze plastic hoesjes daarin gehad. Nou, kijk, daar zitten deze in. Die kan je dus gewoon dubbel vouwen en dan past die in je planner. Dus dat is 3 van deze. Er zitten 3 van deze in. Daar kan je ook heel leuk een shaker element van gaan maken. Er zitten er 3 in met de vakjes onderaan en bovenaan een vakje. En 1 met 3 vakjes. Nou, en wat hebben ze daarbij dus weer makkelijk gemaakt? Van die filler pages. Dus deze vakjes, deze stansjes, passen weer precies bij deze malletjes. Uiteraard kun je de stansjes gewoon gebruiken. Zijn ze ook ontzettend leuk voor, maar ze zijn dus wel gemaakt op maat voor deze Sidekick dies. Nou, daar ga ik binnenkort wel mee aan de slag. Maar ik zeg nog niet wanneer. Dat is dat. Dan heb ik nog wat heel mooi papier van Graphic 45. En dat is ook een hele gave collectie. Want dit is namelijk de Flower Market. En de Flower Market is ook zeer geschikt voor... dat had ik nog niet meegekregen, Linda. 15 december komt er een gave blauwe Sidekick uit. Nou, ik ben benieuwd. Dit is een hele gave collectie. Ook voor bijvoorbeeld een planner. Of als jij voor het hele jaar door een planner of een journal of iets dergelijks wil maken. Want dit is namelijk... alle maanden. Je hebt voor december heb je een hele mooie met roze rood tinten met de poinsettia. Deze zit er 2 keer in, dus je kan kiezen welke pagina je wilt gaan gebruiken. Dan voor november. Oh, we gaan gewoon terug, jaren terug. Of als jij een verjaardagskalender wil maken, is dit natuurlijk ook super tof voor. Kijk eens wat een mooie kleuren. En dat is dus elke maand een beetje gebaseerd. Het is dus allemaal bloemen. Maar het is dus wel gebaseerd op het jaargetijde. Oh, dit is wel echt heel erg mooi.
Nou, ik zie dat Wiebrich al zegt van Graphic 45. Nou, ik denk dat dit ook wel echt weer wat voor jou is. Als ik tenminste zie wat voor mooie dingen jij steeds maakt met Graphic 45. Oké, dit is toch gewoon prachtig. De maand juli. Dan hebben we de maand juni. Mei. Oh, dit is wel echt heel mooi papier. April. Weet je wat ook leuk is? Begint mij zomaar een... Nee, ik ga het niet... Ik denk dat ik dat eens eventjes uit ga werken. Nou, deze gaat ook in mijn mandje. Want ik denk dat ik hier een heel eenvoudig idee voor heb. Om een super toffe verjaardagskalender te gaan maken. Oh, verschrikkelijk. Dit had ik niet moeten zien. Want ik heb helemaal geen tijd om hier nu mee bezig te gaan. Maar ik heb wel het idee nu in mijn hoofd zitten. Dan, dat gaat uitgewerkt worden. Misschien dan... Nee. Nog even niks zeggen, Janine. Niks beloven, want belofte maakt schuld. Maar... Ik heb een heel leuk idee voor een verjaardagskalender hiermee. Opschrijven op mijn ellenlange to-do-list. Hebben jullie dat nou ook dan? Nu heb ik dit idee dan weer in mijn kop. En ik ben nog met tig andere dingen bezig. En oh, ik moet gewoon stoppen met die showtimes. Mezelf opsluiten in een klooster. En knutselspullen meenemen en alleen maar hele dagen gaan zitten knutselen. Ideetjes uitwerken. We hebben dat pakket ook op het formaat van 20,5 bij 20,5. Ik kan hem misschien ook nog wel op dit formaat dan gaan maken. Dat is misschien nog wel iets... Ja, dan kun je er bijna geen namen op schrijven. Nou... Het is wel hetzelfde papier, maar ik vind de vakjes daarvoor net iets te klein. Dus ik ga in dit geval voor de 30,5 bij 30,5. Oh, Antoinette Gullik gaat met mij mee. Nou, gezellig. Misschien dat we dan wel, als we nou eens met z'n allen gaan. En dan elkaars ideetjes ook uit gaan werken. Dan zijn we misschien, komen misschien door alle ideetjes heen. Dan hebben we nog bijpassend chipboard. Ook ontzettend gaaf. Dus dat is gewoon dat greyboard, zeg maar. Dan hebben we nog een setje met bloemetjes die je op kan bouwen. Dus papieren bloemetjes die er weer bij passen. Een setje met allemaal ephemera cards. Ook weer in het leuke bloementhema. Oh, Rianne, ik wil ook wel oppassen, hoor. Maar ja, dan kan ik weer niet knutselen. Dan moet ik maar een andere keer gaan oppassen, hè. Kijk, hier zitten ook hele leuke kaartjes in met allemaal teksten. Ik laat zomaar even een paar zien. Kijk. Achterkant, allemaal leuke teksten. Kan je ook al gewoon als kaart versturen. Ze zijn al zo mooi dat je er eigenlijk al niks meer aan hoeft te doen. Nou, ik denk dat het makkelijker is dat je er dan bij mij brengt, hoor, Rianne. Dan zal ik er wel net als jou gewoon het knutselen met de paplepel in gooien. Dan kunnen ze straks helpen. Oh, kijk eens wat een mooie bloemen. En hoe mooi gedetailleerd die uitgestand zijn. Dit is toch gaaf. Nou, hele leuke extraatjes weer. Hele mooie klok. Mooie bloemen. Het is dat ik nu met mijn JMA-collectie aan de slag moet. Maar anders had ik gezegd van... ik zou er zo de schaar in willen zetten.
Maar JMA is ook leuk. Komt eind van de week binnen. En ik moet daar nog even wat voorbeelden voor maken. Ik heb er al wel 2 klaar. Joepie. Is me nog nooit eerder gebeurd. Maar goed, beter 2 dan geen. Zeggen ze altijd. Wel genoeg ideetjes. Maar dat komt dan gewoon de komende weken in de lives. Dan ga ik het gewoon elke keer JMA doen. Dan komen de ideetjes vanzelf uitgewerkt. Nou, dit is dus de Flower Market. Nou, die collectie die is zeker goedgekeurd. Dan heb ik nog een andere mooie collectie. En dat is van het merk Art Alchemy. Of Art Alchemy of Art. En dat is de serie Lovely Memories. Ook weer een nieuwe romantische serie met daarbij wat losse knipvellen. En die hebben we ook op het formaat van 20,5 bij 20,5. Dus zowel op 30,5 als 20,5. En daarbij zit ook de knipnaadjes. En oh, dit is ook wel weer ontzettend mooi. Kijk toch eens. Dit is ook wel een prachtige serie. Nou, laten wij... je krijgt er in dit paperpad ook vaker de cover. Dat is wel ideaal, want dan heb je dus ook elke keer die knipplaten weer. Dus daar kan je lekker mee aan de slag. Nou, laten wij... Nou, weer is een hele leuke Valentine's special hebben ingepland. Nou, dit papier lijkt mij wel zeer geschikt voor een leuke Valentine's workshop. Nu het project nog uitdenken, maar dit papier denk ik dat ik daar dan maar voor ga gebruiken. Valentijn hoeft niet alleen rood en roze te zijn, als het maar romantisch is. Nou, dat is deze collectie. En dan zijn we er nog niet. Want wij hebben ook van Studio Light nog wat nieuwe producten binnengekregen. Alles gaat richting Valentijn. En kijk eens. We hebben nu van Laurens van Gurp hebben we weer 6 nieuwe stempeltjes. Volgens mij is Marianne Rijgersberg hier gisteren ook live meegegaan bij Studio Light. En ook Ilse Hoekstra heeft al wat mooie voorbeelden hiermee ingekleurd. Dit zijn dus de nieuwe Valentijnstempeltjes. Maar ja, het kan ook voor een verjaardagskaartje of iets dergelijks. Stempeltjes zijn op het formaat van 74 keer 105. Dus... 7 bij 10 centimeter. Oh, er staat geen gekleurde afbeelding achterop. Ze kosten €3,95. Dus ook nog een keer een leuk prijsje. Dan hebben we daarbij... Even kijken. Ook nog 2 setjes met tekststempels. 1 in het Engels en 1 in het Nederlands. Proost op jouw verjaardag. Mijn hart maakt een sprongetje van geluk. Ik vind jou de leukste. Jij bent uitgenodigd op mijn feestje. Ik wil je een hart onder de riem steken. Dus echt wat stempels die hierbij passen. Nou, deze is ook nog niet goed geprijsd, zie ik. Dat zal ik straks beneden even aangeven. Er waren per ongeluk deze stempels ook voor €3,95 geprijsd. Maar die zijn €6,95. Want dit zijn grotere stempels. Dus dat zijn de 2 setjes met tekststempels. Dan was het tijd voor een slokje thee. Ook zijn er 3 nieuwe setjes met teksten uitgekomen. En dat zijn dus verschillende malletjes... En dit is bijvoorbeeld de yes. En je kan bijvoorbeeld
Yes, gewoon zo uit je papier laten stansen. Leuk wit papier erachter en je hebt alleen de stipjes. Je kan ze op elkaar bouwen in meerdere kleurtjes. Dan kan je ook nog zeggen van ik ga die hier nog weer opplakken. Even kijken, de S moet andersom. Nou, die gaatjes eventjes allemaal precies op elkaar plakken, want anders dan ziet het er natuurlijk niet mooi uit. Oh, deze is eventjes niet helemaal goed gegaan. Daar hoort een ander matlaagje onder. Nou ja, het is met een goede intentie gedaan, zeg maar. Dit is bijvoorbeeld Yes. We hebben Hi. En wat ik ook al zag. Ik weet niet meer wie het gedaan had. Maar het is ook heel erg leuk om achter een paar van die gaatjes. Om daar een lampje achter te doen van Studio Light. En dan kan je dus net door die gaatjes heen. Zie je dus weer een leuke tekst. Of een leuk lampje komen. Ook voor kinderkaarten. Superleuk. Nou, de tekst Love hebben we nog. Dus dat zijn de drie nieuwe teksten. Yes, Hi en Love. En daar kan je dus weer leuke teksten bijstempelen of bijplakken. Net wat jij zelf wilt. Dat zijn deze drie malletjes. Dan hebben wij deze gave mallen. En die vind ik zelf ook wel weer ontzettend mooi. Ik pak eventjes wat anders erbij. Als dat wil. Deze even aan de kanten. Kijk eens. Dit is toch gaaf. En als je dan bijvoorbeeld een heel mooi stukje designpapier daarachter doet. Of van dat mooie roze. Kijk, dat bloemetjesspul, dat zie je niet echt. Maar je zou ook kunnen zeggen van, nou, ik doe bijvoorbeeld dit lichte kleurtje erachter. En dit gedeelte weer precies achter het shaker rondje. Dan heb je ook een ontzettend mooie kaart. Want bij deze malletjes, je kan die cirkel eruit halen. En daar past dus de kleine shaker blister, past hier weer precies in. Dus je kunt daar een heel leuk schutkaartje van gaan maken. En datzelfde geldt dus ook met de hartjesmal. Die is ook ontzettend gaaf. Daar kan je dus ook die shaker blisters van de hartjes weer precies achter plakken. Dan ga je deze twee hartjes uitstansen uit een mooi oplegvelletje. Die plak je er weer overheen ter decoratie. Tekst je erop en je hebt een prachtige kaart klaar. Dus dan kan je zeggen van ik plak er zo'n hartje achter. Of je doet er leuk een designpapiertje er weer achter. Net wat jij zelf leuk vindt. Dit zijn ook malletjes zeer geschikt voor ja, snelle kaarten noem ik het altijd. Nou, dan zijn we er nog niet. We hebben nog meer. Ik maak eventjes mijn thee op. Stikkertje weg. De Sweet Stories collectie en dan de Lovely Date. Willen jullie trouwens meer inspiratie met deze Sweet Stories collectie? Kijk eens op Instagram bij Studio Light Sweet Stories. Die hebben gewoon een speciale pagina alleen voor de Sweet Stories collectie.
ook een speciaal design team voor die Sweet Stories collectie. Dus wil je daar meer inspiratie mee? Word dan volger van die pagina. Dat is zeker een aanrader. Nou, hele vrolijke kikkertjes. Die kikkertjes kan je dus zelf een uitdrukking geven. Een tongetje zit erbij. Verschillende soorten bekjes. Bij deze dat hij het bekje gesloten heeft. Ballonnetjes kan je maken met Love You of gewone hartjes, ballonnetjes. Je kan de kikkertjes kan je nog vleugeltjes geven. En alles kan je natuurlijk weer uitstansen. Dan ook een heel leuk molletje. Leuke ticket erbij. De Mol's Hope. Love Meter. Nou, het zijn echt... Kijk, zijn toch gewoon leuke stempeltjes. Super cute. Dus dit zijn de setjes met stempels en dies. Dan zit er een setje met layered masks bij. Nou, wat je dus doet is eerst... Weet je, die kan ik zo wel eens even laten zien. Omdat veel niet weten hoe je met die layered masks kunt gaan werken. Ik denk dat ik daar nog wel net even tijd voor heb. Een hele mooie basismal. Met een hartjesmal. Ook weer drie losse hartjes. Love, Hugs en Cutie. Randmalletje met hartjes. Nog meer hartjes. En deze embellishments, deze. Kan je weer heel leuk als shaker materiaal gaan gebruiken. Dus dat is deze stansmal. Dan een hele gave van een luchtballon. Met wat wolkjes erbij. Nou, ik had van Marieke Slaats al een hele leuke gezien. Die had die luchtballon als een slider gemaakt. Dus dat is ook superleuk. Ik heb de luchtballon twee keer. Dan hebben we een hele mooie met hartjes. Nou, die hartjes die had ik al eventjes uitgestanst. Want hier gaat een JMA slimline malletje weer achterkomen. En daar gaat achter deze gaatjes gaat dus uiteraard shaker materiaal komen. Dus je kan deze ook gewoon op andere slimline kaarts gebruiken. Net wat jij zelf leuk vindt. En er zitten twee tekststempels bij. Eén van Love You. Happy You Valentine. En een met kleine teksten. En dat was het van dit. Nou, die mask stencils leg ik eventjes apart, want dat wilde ik zo even heel kort laten zien. Nou, ik heb nog één laatste item bij de nieuwe producten. En dat is namelijk het bijpassende Love scrappapier. Het scrappapier. 12 vel dubbelzijdig designpapier. 30,5 bij 30,5. Dit is wel mooi. Kijk. Het zijn wel leuke kleurtjes. Lekker fris, vrolijk. Houtstructuurtje erbij. Nou, nog meer hartjes. Van die leuke kleine kaartjes die we overal bij kunnen gebruiken. Met stipjes aan de achterkant. En love plaatjes. Met een streepje aan de achterkant. En dan wordt alles nog een keer weer herhaald. Dus dat is het nieuwe Ultimate scrappapier van Studio Light. Nou, ik ga eventjes snel wat erbij pakken. Zodat ik jullie kan laten zien hoe dat werkt met die... Even kijken of ik daar zo snel iets voor kan pakken. Vast wel. Moet ik dus wegvallen. Dat is ideaal als je een rolstoel hebt.
een stoel met wieltjes, dan kan je lekker eventjes heen en weer rollen. Nou, wat doen we met deze mask stencils? Uit de verpakking halen. Dat is het begin. Dan pak ik even wat toeltjes. En een papiertje. Ja, eigenlijk had ik een ander toeltje willen hebben, maar die heb ik niet zo bij de hand. Ik had eigenlijk mijn mijn echte blending tool die hoe zal ik het zeggen, die dabbetjes willen hebben. Je legt in ieder geval je mask stencil leg je dus op je papier. En je gaat de eerste laag ga je aanbrengen. Ik ga even kijken of ik voldoende inkt erop doe. Ja. Nou, dit kan je natuurlijk ook al gelijk in meerdere kleurtjes doen als jij dat leuker vindt. Maar ik hou het gewoon even lekker bij roze. Een beetje de Valentijnskleurtjes. Het begint tenslotte toch alweer een beetje. Al die Valentijnsdingen komen alweer binnen. Het is, moet nog kerst worden. Maar ja, goed. Dat is met alles. In de zomer liggen de pepernoten in de winkels. En de kerstdecoratie al. Even kijken, heb ik zo een billendoekje bij de hand? Nee, dat heb ik niet. Nou, dat geeft niet. Nou, zo hebben we de eerste laag love. En wat je dan heel erg leuk kunt doen. En dat kan in dezelfde kleur, maar het kan ook als jij het wil in een andere kleur. Dan valt het wel nog net wat meer op. Maar je gaat nu een ander lettertje eroverheen doen. En hoe meer laagjes, hoe donkerder het wordt natuurlijk. Wacht even, ik kan ook een net iets donkerdere inkt er nog bij pakken. Toevallig heb ik bij deze wel zo'n dabbertje erbij. Dat is wel handig. Nou, normaal gesproken is het makkelijker om dit eventjes vast te plakken, zodat het niet verschuift. Maar ja, ik dacht, ik kan dat zo ook wel. Nee, ik had het niet bedacht dat ik dit zou gaan doen. Dus ik was niet voorbereid. Maar dat geeft niet. Nou, met die O moet je dus even een beetje voorzichtig zijn. Dat je niet te veel of niet te hard er overheen gaat. Want dat is natuurlijk wel een iets lossere letter. En wat je eventueel nog kan doen, als die nu nog in de mal zit, een fijne fineliner pakken. En dan zeg van, nou weet je, ik wil bijvoorbeeld aan deze kant een soort schaduwrandje eroverheen. Dus ik ga even een paar zwarte lijntjes tekenen.
En dan is het, kijk, surprise. Kijk, zo kan je dus met deze mask sensors kan je dus twee laagjes over elkaar heen doen. Dus dat is wel echt super leuk. Ja, het gaat inderdaad om het idee. Deze doos heeft geloof ik 23 vakjes. Maar hier passen alle inkpads van Studio Light passen erin. Nou, zullen we die grote hartjes ook nog even doen? Dat is ook wel leuk. Als we toch bezig zijn. Even kijken. Welke ga ik als eerste doen? Eerst deze kleine hartjes. En ik denk dat het bij deze niet uitmaakt of jij eerst de grote of de kleine doet. We kunnen het straks even testen. Uiteraard. Maar... nou, hartjes op de achtergrond kan altijd. Hartelijk gefeliciteerd. Van harte beterschap. Voor getrouwd. Overal voor. Nou, ik heb ze nu even. Ik heb het even snel gedaan. Dus ik heb ze niet allemaal even goed geraakt. Maar het ging om het idee. We gaan daar de donkere over. Of ja, bij deze gaan ze er niet over, maar gaan ze ernaast. Dat is ook tof. Ook leuk om dit in verschillende kleurtjes te gaan doen. Dus bij deze is het, bij die love text is het dat ze over elkaar gaan. En hier krijg je dus mooi, kan je het mooi makkelijk in meerdere kleurtjes op gaan bouwen. Want die vallen dus precies er weer tussen. Kijk, zie je, zo heb je dus donkere en lichtroze hartjes. En je hebt gewoon echt een... het patroontje loopt zo helemaal in elkaar door. En dat krijg je natuurlijk normaal gesproken niet zo. Dus dit is, ja, dit zijn de layered mask stencils van Studio Light. Die zijn toch ook super leuk. Nou, heb ik dat ook gelijk weer laten zien. Dan ben ik daarmee ook gelijk aan het einde gekomen van mijn showtime. De nieuwe spulletjes zijn weer laten zien. Morgen verwachten wij de nieuwe producten van JMA binnen te krijgen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer ontzettend leuk. En er zal vast nog van allerlei meer leuks binnenkomen. Maar wanneer en wat allemaal... ik weet het eventjes niet meer uit mijn hoofd. Voor nu wil ik jullie in ieder geval allemaal weer heel hartelijk bedanken. Vanavond is er in de JMA-groep nog een live van Rianne Leverink. Morgenavond is er in onze groep een live van... vanavond is Jeanette live bij ons in de groep. Want het is woensdag. Morgenavond is Rianne Leverink live bij JMA op de donderdagavond. Vrijdagavond dan is Suzanne van Poppel live in onze groep. En zaterdag zijn er 4 lives in onze Facebookgroep van JMA. Voor even kijken. Voor JMA, in de JMA-groep dus. En ik zie dat Rianne vanmorgen al live is. Dus volgens mij ben ik even een klein beetje van het padje. Ik kan het momenteel niet meer onthouden met al die lives wie wanneer moet. Ik weet in ieder geval dat ik er zaterdagochtend weer ben om 10:30. Mocht ik tussentijds nog tijd hebben. Heel misschien kom ik dan nog een keer live. Maar hou er maar niet te veel rekening mee. Voor nu in ieder geval bedankt weer voor het meekijken. Fijne middag nog verder en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!